Met parlementariër Ivanildo Plein spraken wij over het haast afgelopen jaar, 2023, en hoe hij als parlementariër toch wel kijkt naar het jaar 2023 en met name de performance van het parlement qua wetten en ook nog of het parlement, dit parlement, nog altijd het huis van het volk is. Een gebeurtenis of gebeurtenissen van in 2023 die gezien mag worden als een absolute dieptepunt. Dat is wat we ook vroegen aan parlementariër Plein en nog enkele andere belangrijke zaken het jaar 2023 regraderende. Als u een mening gaat geven of als ik een mening moet geven, dan moet ik dat altijd in verband brengen met een ander jaar. Ja? En als ik dus dan het vorig jaar als vergelijkend materiaal zou moeten nemen, dan zeg ik dat van het jaar het minder is, ja, dan vorig jaar. Maar natuurlijk in het jaar 2023 bijna aflopend, daar hebben wij toch wel een aantal andere zaken gehad dan het vorig jaar. We beginnen bij aan het begin van dit jaar dat de NPS dus heeft aangegeven van geen deelgenoot meer te willen zijn van de huidige coalitie. En voor ons geen verandering, want we hebben altijd onze kritische noot gemaakt, ons kritisch opgesteld naar die regering. Dus het is niet zo dat, omdat je uit de regering bent gestapt, dat je dus nu anders gaat praten. Mensen die mij kennen, mensen die de overige collega's ook kennen van mij, wat betreft de NPS-fractie, die hebben dus duidelijk altijd een kritische noot gemaakt. Dus voor ons is wat dat stukje betreft geen verandering ingekomen. Ja? Maar natuurlijk stel je aan het begin van het jaar een aantal doelen vast, welke je wilt uitzetten in het heel jaar, wilt realiseren in het heel jaar. En dan zeg je van luister, er zijn een paar issues die je ter berde had gebracht voordat je parlementariër werd. Ja, te maken hebben met een armoedevraagstuk, ondernemerschap, jongeren, jeugd, senioren, burgers. Dat zijn allemaal issues die belangrijk waren, de productiesector. Dan zie je dat er wetgeving gemaakt is in het bijna haast afgelopen jaar, op het gebied van deze onderwerpen, of althans de kwetsbare groepen, ja, dat het toch niet zo geweldig is gegaan. Ja? Want als we nu kijken, 2022, 2023 nu, dan zijn we dieper de put in gegaan. En dat is jammer genoeg te constateren dat we afgeleiden en dat het beter had gekund. Ja? Maar ik moet zeggen, door koppigheid van de regering, niet willen luisteren. En natuurlijk het parlement, ja, niet het heel parlement, maar delen van het parlement, welke zich hebben opgesteld als een verlengstuk van de regering, zijn zaken dan niet tot de volle wasdom gekomen. Ja? Zijn er heel weinig veranderingen gekomen. Wat men niet begreep is, je bent parlementariër gekozen en het is de taak van jou om de regering kritisch te begeleiden en niet eigenlijk wat die regering ter berde brengt, wat die regering wil doen, dat je daar ondersteuning aan geeft. Terwijl je weet dat die samenleving er pijn van onder leed. En dat is niet correct. Ja, je moet je als parlementariër opstellen, volksgericht. Ja, aan de zijde van het volk moet je staan en je moet de regering zeggen van kijk, dit is wat de samenleving zegt. En jij bent als parlementariër daar om dan als een sieve te functioneren. Als een filter te functioneren van kijk, de samenleving wil inderdaad dat hebben, maar als je kijkt naar dat stukje, dat zaakje, dan betekent het dat we waarschijnlijk een beetje gaan uitgeleiden. Ik geef maar een gek voor dat de samenleving zegt, luister, laten we die 365 dagen van het jaar allemaal dansen. Dan ga je dan zeggen, wat doen we daarna? Als we allemaal hebben uitgegeven, maar er is geen inkomsten. Ja? Dan begrijpt u dat je gaat zeggen van, no, waarschijnlijk moeten we dat niet doen. Ja? Je bent een filter om ervoor te zorgen dat het goed gaat met die samenleving. Dus dat is heel belangrijk. Je moet je volksgericht opstellen. Je moet luisteren naar die samenleving. Een open oor hebben voor die samenleving. En dat ga je hier vertolken. En dan zal die regering daar ook rekening mee moeten houden. Want laten we elkaar niet voor de gek houden. Welke minister zie je gewoon rondlopen in een winkel om boodschappen te doen? Vaak genoeg niet. Of het zijn de gezinsleden. Of het zijn veiligheidsmannen die waarschijnlijk dat gaan doen. Maar ze komen niet zo vaak in het openbaar bij de mensen. Ja, dus waarschijnlijk weten zij niet of onvoldoende wat er speelt binnen die samenleving. En als hier het parlement dat aangeeft, dan moet je als minister, als regering, als president je beleid dan ombuigen. Want dat betekent dat er pijn wordt geleden. Je hoort het
En dan moet je er wat mee doen. En dat is onvoldoende in het haast afgelopen jaar 2023 gedaan. Ja, en dat maakt dat we vandaag aan de dag in een behoorlijke diepe put zitten. En de wetten die zijn aangenomen en goedgekeurd? Ook niet geweldig volksgericht. Ja? Het zijn zaken, eigenlijk moet ik zeggen wat de productiesector betreft, niet geweldig veel. Want Suriname moet uit de slop gehaald worden. We moeten niet een land zijn waar we meer consumeren. We moeten een land zijn waar we meer produceren. Ja, maar op dit moment is Suriname nog een land waar we heel veel consumeren en niet produceren. En wat wilt u dan hebben dat er gaat gebeuren? Ja? Dus de wetten die gemaakt zijn, zijn heel weinig wetten gemaakt gebaseerd op het verhogen van de productie. Op het verhogen van ondernemerschap. En dat moeten we juist hebben en dat is onvoldoende hier gebeurd. En voor wat betreft de BTW, de aanpassingen die daar zijn gebracht, maar ook de kiesregeling? Op zich, BTW geen slecht idee. Het is eigenlijk internationaal zo dat vele landen zich daar al over buigen. En althans, het is al in werking in vele landen. Maar het gaat erom, hoe ga je het uitvoeren? Ja? Zijn de instituten die uitvoering moeten geven aan die wet in staat het uit te voeren? Die wet zoals het is aangenomen, waarom is het 2-3 keer op de operatietafel gebracht? Omdat er steeds weer manco's zijn. Omdat, ja, dat is op zich geen slecht idee. Want je maakt iets en het kan zijn dat door een of andere dat je toch even weer op de operatietafel moet zetten. Dat is op zich geen probleem. Maar wanneer je van tevoren wordt gewaarschuwd, doe dat niet. Ja, dan doe je het toch. En dan moet je dan terugkrabbelen. Dan moet je terugkomen op dat punt om te zeggen inderdaad wat een meneer X of mevrouw E had gezegd. Die had gelijk, dus ik moet dat toch niet doen. Dan had je dat toch liever al lang kunnen doen. Want in die korte tijd of in die lange periode van uitvoering heb je mensen pijn laten lijden. En dat had je kunnen voorkomen. Dus mensen moeten minder koppig zijn. Ze moeten meer willen luisteren naar elkaar. En dat is wat we eigenlijk niet doen hier in het parlement. En dat is ook wat gemaakt heeft dat bijvoorbeeld die BT-wet steeds weer op de operatietafel gegooid is. Kiesregeling, u heeft de geschiedenis gevolgd met betrekking tot het komen tot dat punt. Ja, waarbij dus het aan de orde is gesteld. Uiteindelijk moest het parlement een wijziging aanbrengen. En dat is ondertussen ook gedaan. Ja, ik moet zeggen dat dat toch wel iets dichterbij is de democratie. Dat mensen overal waar ook van het land, dat ze kunnen stemmen op een van de 51 kandidaten die gepresenteerd zullen worden door de politieke partijen. Ja, we hebben ook gezien, er is kritiek geleverd met betrekking tot de waarborgsom en dergelijke. Maar als je als politieke organisatie niet in staat bent om die 750.000 SRD, ruggeschat, op te brengen, hoe je het land daar runnen. Ja, dus natuurlijk kun je zeggen, we kunnen die discussie gaan voeren van wel eens of niet eens, moet het 750 zijn, moet het 500.000 zijn, noem maar op. Maar uiteindelijk moet er ergens een marge zijn. Ja, en ik bedoel, als we zouden gaan naar 2000 SRD, ik bedoel, ja, je wilt als politieke organisatie, je wilt meedoen aan de verkiezingen, je wilt leiding geven of leiding, medeleiding helpen geven aan het land, dan zal je wel in staat moeten zijn om dan toch dat bedrag op te hoesten. Ja? En er zijn voorzieningen getroffen, dus hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Als je de zetels hebt behaald, dan krijg je dat geld terug. Maar als je geen zetels hebt behaald, dan krijg je dat niet terug natuurlijk. Ja? Dus wat betreft dus die wet, het kiesstelsel dat gewijzigd is, het is nog niet wat het wezen moet. Maar het is toch wel iets dichterbij, of het is, laat me zeggen, beter dan wat we voorheen hadden. Ja? Maar er moet nadien dag weer gesleuteld worden, denk ik, om zoveel mogelijk die democratie te laten leven binnen Suriname. En de handen in eigen boezems, heer Plein, ja. Productiviteit, ja. Uw eigen inzet voor dit parlementair jaar of dit jaar en het parlementair werk? Natuurlijk ups en downs, gezondheidswijs, daar zat je ook even een beetje te struggelen, nu gaat het iets beter. Want je hebt momenten gehad waar je dus dan minder kon participeren. Je hebt waar nodig je bijdrage geleverd en die heb ik dus gedaan. Maar natuurlijk kunnen mensen van mening verschillen. Het is de democratie, dat is het mooie ervan. Maar kijkende naar het komend jaar, daar gaan we dus dan weer hard tegenaan. Yes? Dus dat is zonder meer, ja. Om het volksbelang te dienen. Ja. En we gaan nu naar 2024, ja. Dus heel dicht bij de verkiezingen, of het, ja, verkiezingsjaar 2025. Ja. Wat hoopt u en wat denkt u dat het parlementair werk moet worden of zal moeten worden? Niet één om campagne te voeren.
Ja, ik bedoel, het moment van campagne voeren, dat zal aankomen, dat zal aanbreken, maar niet in het parlement. Hier met het lied van het volk campagne gaan voeren. Hier moeten we puur zuiver zijn, openlijk naar elkaar, eerlijk naar elkaar toe. Want ik zie bepaalde bewegingen soms dat mensen denken van, hé, luister nou, er is daar een probleem, dus ik ga proberen hier mijn stem te laten horen en zodanig in een politieke sfeer brengen. Dat is niet hier in het parlement. Hier in het parlement gaat het om het volksbelang. We moeten gaan leren in dit land om een onderscheid te maken tussen partijpolitieke zaken en politiek. Ja, enge partijpolitieke zaken horen niet in het parlement thuis, horen in jouw politieke partijcentrum. Dat hoor je daar te bezigen, maar niet hier in het parlement. Dus het komend jaar zal ik mij gewoon verder inzetten met betrekking tot het beleid dat uitgezet moet worden. Zoals dat eigenlijk betaamt een goede parlementariër om hier het volksbelang tentoon te stellen, te presenteren en steeds weer de regering kritisch te volgen. Dus van mij gaat men niet moeten verwachten dat ik hier het parlement ga gebruiken om mijn NPS-zaken aan de orde te stellen. Nee, dat is het niet. En het moment zal aanbreken wanneer ik zeg, dit is het moment. Ja, ik heb mijn bijdrage geleverd, maar dit is het moment waar ik zeg van luister nou, mijn campagne met betrekking tot de verkiezingen inluiden. Een dieptepunt of dieptepunten in 2023? Nou, dieptepunten niet, want ik zeg altijd, wanneer we praten over dieptepunten, moeten we ze zien als uitdagingen. Je leert steeds uit. Niet zozeer alleen persoonlijk hoor, maar ook misschien een gebeurtenis. Ja. Algemeen, algemeen ja, is dat je natuurlijk dierbare kwijt bent geraakt in dit jaar. Het is ook minder natuurlijk, je had dat niet gehoopt, je had dat niet gewild. Maar goed, de Almachtige doet zijn werk en daar moeten wij alle voor buigen. En dat is natuurlijk minder te noemen, mensen die ziek zijn geworden, ook dat minder te noemen algemeen in persoonlijke sfeer. Maar in het parlement moet ik zeggen van het dieptepunt zie ik meer als een uitdaging. Ik had meer verwacht, ik had meer gehoopt dat er zou plaatsvinden, zeker richting het volk. Dat is voor mij natuurlijk een dieptepunt wanneer het belang van het volk niet wordt gediend. Maar goed, we moeten het omzetten in uitdagingen. Ja, want als we gaan praten alleen maar over dieptepunten, dan duwen we onszelf inderdaad erin. Maar wanneer we het omzetten tot uitdagingen, dan heb ik er geloof in dat we er hard tegenaan zullen gaan. En die mooie momenten die zijn er geweest. Natuurlijk hier en daar, maar jab-jab. Collega's onderling, maar ik denk dat het wel belangrijk is om deze opmerking te maken dat wanneer je een parlementariër bent, dat je je niet bezig gaat houden om andere parlementariërs zodanig te bekladden en zeker wanneer die informatie welke je bezig niet op waarheid berust, dus onwaarheden zijn, leugens zijn, probeer niet te scoren, probeer niet op andermans ruggen overheen te scoren, maar probeer gewoon zuiver te zijn en duidelijk je analyses te maken. Duidelijk gericht op het volk. Want alleen zo ga je scoren. Niet wanneer je gaat proberen om een ander in het kwaad daglicht te zetten. Die samenleving heeft je al lang door. Ja, die samenleving gaat je dus geen credits daarvoor geven. Dus dat is natuurlijk een opmerking die ik toch wilde plaatsen. Gericht naar collega's. Van laten we niet op de man spelen, maar laten we op de bal spelen. Ja? 17 februari. En ook de 15 doden bij de mijnramp, dat ziet u niet als dieptepunten? Ja, dat is ook inderdaad twee van de dieptepunten. Natuurlijk zijn er meer, we kunnen dus vandaag tot morgen praten. Maar zeker opmerkelijk zijn de twee punten welke ik genoemd heb. Dat van de ramp in het binnenland, waarbij toch wel 15 jonge mannen het leven hebben gelaten. Het zijn hardwerkende jonge mannen. Die jonge mannen zijn op zoek geweest naar wat financiën om hun gezin te onderhouden, hun naasten te onderhouden, hun familieleden, noem maar op. En lot heeft anders beslist. Ja? Goed, het is natuurlijk heel jammer, treurig. Ik heb ook mijn condolences uitgesproken namens de familie, vrienden en kennissen van al deze 15 omgekomen jonge mannen. En natuurlijk ook 17 februari is ook heel verkeerd gegaan, een donkere dag. Ik heb het ook hier in het parlement gezegd toen ik de gelegenheid heb gekregen om namens de fractie het woord te voeren. Het is daadwerkelijk niet goed te noemen. Het is een donkere bladzijde in onze geschiedenis dat Suriname in een democratisch land zulke zaken gebeurd zijn. Het huis van het volk is bekogeld geworden. Ja, mensen zijn, in principe zou je kunnen zeggen, mishandeld geworden. Zelfs een collega van mij die mishandeld is geworden. Allemaal niet goed te noemen, dat zijn allemaal ook dieptepunten. Ja. En dat stukje verantwoording van die regering naar het parlement in 2023? Is ook een van de evaluatiepunten, ik heb het ook al aangegeven, daarvoor krijgen ze een onvoldoende. Ja?
Ik altijd bij de begrotingsbehandeling zeg van wanneer we hier een begroting hebben goedgekeurd van het vorig jaar, is het belangrijk dat de regering ons komt uitleggen hoe ze omgegaan zijn met de middelen, de financiële middelen van het volk. Niet van Ivan Nildo, maar van het volk. Ja? En dat gebeurt onvoldoende, moet ik zeggen. Andere verantwoordelijkheden met betrekking tot verdragen, met betrekking tot het beleid dat uitgevoerd wordt. Daar moet ik ook zeggen dat zij ook een onvoldoende kregen, want ik ga u zeggen, er is heel veel verantwoordelijkheid, de regering is het parlement heel veel verantwoording schuldig, het volk heel veel verantwoording schuldig.